Ja, ich habe alles für den Hund. Ich habe mich da überall auf. He. Ich habe da Krückstes neergesetzt. Für als ich flott even weg bin. He. En klokken. Ja, ja en klokken. Ja. Ja, ik heb maar een paar lopen hier, want ik vind dat bimmelen bammelen vind ik niet erg. Helemaal niet. Sommige kinderen er niet tegen. Hè. Maar ik zeg wel tegen de man, ik zeg probeer het dus een beetje achterin te doen. Ja. Hè. Maar ja, met 10, 11, 12 kent ze dat niet. Hè. Dan huur ze toch, hè. Kent ze ook geen journaal meer luisteren. Nee. Want dat is dan allemaal... Hey, en ik ben altijd enorm gefascineerd door foto's. Ja. Ik zie door een aantal afbeeldingen van een zeer knappe jonge man. Ja, dat is de zoon. Wauw. Ja, die zijn ex-vriendin, zal ik maar zeggen, die houdt de opleiding fotografie en die moest dan foto's maken. Ja. Daar heeft ze onder andere die foto gemaakt. Ja. En wie lang is dat geleden? Oh. Jorgen, gewoon zo snel. Toen was ze in de 20, denk ik. Ja, zo gaat. 20. Tussen de 20 en 25. Ja. Hey Cecilia, moet je ja, Cecilia ja, zeggen? Ja, ja, zeker, zeker. Wie hoort ook een man? Leo. Leo, want ja. Daarboven zit. Leon, ja. Is hem dat ten voeten uit? Ja. Dat was een foto en dat is eigenlijk een surprise. Heeft de dochter een surprise van gemaakt, van die foto. Wat heeft er... Van daar opgehangen. Wat heette er onder de neer? Een sjoop. Een sjoopje heette er onder. Een lammetje? Ja, maar geen echt, hè. Een steen. Hè. Oh. Hier wel van de buurtvereniging. En toen waren we met een andere vrouw van de buurtvereniging. Die voor de keerstal wou ze dan sjoopjes nog erbij hebben. Hebben ze één groet en een klein hebben ze gekocht. En toen stond hier toevallig zo, is hier toen een foto van gemaakt. Geweldig. En die patch die huurde echt bij hem? Die Franse patch die hebben we altijd in Lourdes gekocht. Daar krijgt ze de originele. Hè? Echt hoor? Ja, ik ben een Lourdesganger. Ik ben 28 jaar ben ik in Lourdes geweest. Ieder jaar voor te verzorgen. Hè? Oh. Ja. Maar nu ben ik te oud. Ik mag niet meer. Maar je ziet toch nog hartstikke fit volgens mij, of niet? Ik ben 71 en dan mag ze maar tot 70. Dus, Dus dat wordt dan vuur dicht besloten? Zo van ja, de buurt niet meer mee? Ja, ze moeten, als ze in Lourdes wil beginnen, mag ze niet ouder zijn dan 50. Uh-huh. En dan was Oetje met 70. Ze moeten een grens stellen. Dat ken ik ook. Want de ene is met 70 niet meer zo fit, de ander wel. Ja. En dan zeggen ze, boerom, ik... Ja. Boeren mag zich ja. wel, boeren ja. mag ik niet, snap ze? Dan wordt er al snel gezegd van, dit is meten met twee maten. En om dat te voorkomen, hebben ze gewoon grenzen gesteld. Ik kan me dat best wel voorstellen. Ja. Goh, dus de patch van Leo, daar kwam uit Lourdes? Uit Lourdes, die heb ik dus in Lourdes gekocht hier. En wie lang? Verschillende. Verschillende? Ja, want ja, god, die had er dagen... Nacht wil ik zeggen, maar dat is toevallig niet. Want iemand vroeg hem wel eens, meneer, mag ik een intieme vraag stellen? Ze vroeg, draagt u die ook 's nachts? Was ze voor alle twee zo lachen. Ja, en wat zei je dan? Zei je dan de waarheid of maakte er een grapje over? Er maakte er meestal iemand van een grapje, maar dat weet ik niet meer. Ja. Hé, hey, maar want je kent het programma onderweg. Ja. We verzamelen verhalen. Ja. Maar hoeveel verhalen heb je wel niet gehuurd in al die jaren dat je in de Lourdes ziet gegaan van mensen die het je begeleid hebt? Nou, weet je, ik heb niet zoveel verhalen gehuurd. Ja, wel in de trein vroeger en naar de hand in het vliegtuig. Maar ik draaide altijd de nachtschichten. Ah. Dus daar... Wat u vandaag allemaal gebeurt, dat kreeg ze dan eigenlijk niet meer. Okay. En waarom deed je de nachtzicht? Omdat ik dat voor mezelf ook het fijnste vond. Hè. Daar was de kiekdeurs gewoon ingedeeld. Ingedeeld in diensten. Hè. Maar ja, de stijgmeur is om 7 uur op en de worstoffers om 10 uur was de veerdig. Daar had ze tussendoor wel momenten dat ze dus vrij was. Hè. Maar... Toen hebben ze mij gevraagd voor eens een keer een nachtschicht te draaien, omdat ze nachten nodig hadden. Maar als ze nachtschicht hebben,
Dan heb ze de tijd om zichzelf. En kijk, als ze smiddags opsteeds, kost ik met excursies met, deeg ik de dagdienst, dan kost ik dat niet. Want de tijd wordt te krap ertussen. En dan zien we weer terug bij wat je eerder zei, van ik ben gesteld op mijn rust. Ja, ja, ook dat. He, dan lekker op mezelf. Lekker op mezelf, lekker op mijn gemaak, eigen indeling maken van de lui en zo gaat. En wat deed je dan s'nachts? De lui laten slopen. Ja, maar dan ik probeer je... het zo rustig mogelijk te houden. Ja, maar dan zoet je ergens in een stulke, zoet je gewoon... Met een andere collega, want voor die mist al de afdeling met z'n tweeën. En soms houden we voor twee afdelingen of anderhalve afdeling. En dan worden er meerdere collega's. Het loogt er gewoon aan wieveel pelgrims dat er waren. Dus ja. Kent je dit liedje? Natuurlijk, hè? Kent je wel, hè? Ja, ik luister dat altijd. Ik vind dat zo fijn. Nou, het valt me op. Eric Carmen, All By Myself, want hij is net, is net overleden. Oh. Was ook generatie. Was ook in de 70. Ja, en mijn collega heeft wel eens tegen mij gezegd, wist je een flower power meisje? Maar ik hou van die muziek, ja. Ja, maar ik denk dat is muziek van alle tien, want ik hou ook van die muziek. Ja, ja. En de ganse flower power is aan mij verbeelden, jong. Die foto vind ik ook bijzonder, doorhinkt onder de vensterbank. Mijn pap die is een reiziger geweest en die heeft die foto gemaakt. Oké. En in welk land is die gemaakt? In Thailand. In Thailand. Zo mij wel, hadde dat meisje. Er had er even een relatie, wil ik niet zeggen, maar we waren wel bevriend. Maar ja, die lui die zorgen samen zijn hun. Hè? Echt hoor? Heel veel brieven van kind ze mij zoveel checken en zo. Hè? Dus op een gegeven moment heeft er dat ook afgekapt. Maar toch heeft die foto een prominente plek gekregen hier, ja, in de huiskamer. Leo vond het ook een hele schone foto. Dus we hebben dat, dat hing toch gewoon. Maar het is definitief een foto met een verhaal ook weer. Ja, ja, ook dat weer, ja. Hey, en het beeldje van Imus in een rolstoel aan het douwen is op de verwarming. Ik heb altijd in de Zeven Bronnen gewerkt. En toen ik dus... Ja, 66 was het dus Oetje. Vertel even wat de Zeven Bronnen is, voor de mensen die... Oh ja, Zeven Bronnen die liggen in Ambi en dat is een verpleegkliniek. Kijk, ja. En ik heb daar 20 jaar op de dementenafdeling gewerkt. En ik heb 8 jaar op de somatiek gewerkt. Dus lui die lichamelijke klachten hebben, halfzijdige verlammingen en zo. Dus toen ik 66 was... Toen hebben ze een afscheidsfeestje gehouden. Dan hebben ze me dat gegeven als beeldje. Ik vond dat zo leuk. Maar ik ben blijven werken. Ik ben blijven doorwerken. Maar vroeger deed ik dus 5 nachten, 9 vrij. 5 nachten, 9 vrij. Hè, zo hou ik mijn hele ritme. En toen dat ik 66 was... Toen heb ik nog 4 nachten gewerkt en hebben ze me een beetje ingedeeld zo. Maar dat was dan per maand. Dat zien de echte zorgers, hè? Die gewoon zelfs door naar de pensionering. Jij hebt een groot hart. Jij hebt een groot deel van nog leven klaargestond voor anderen. Ja, toch wel. Klaargestond voor anderen, maar ik heb ook aan mezelf gedacht. Kijk. Dat vind ik een gezond egoïsme. Nou, maar wel, dat moest ze kennen. Want er zien ook veel mensen die altijd voor anderen kloor stonden en die zichzelf vergeten. Ja. Nee, zo'n type ben ik niet. Ja. Echt niet. Maar ja, als iemand mij komt vragen, want dat zag de buurvrouw nog tegen mij. Och, ja, oh, sorry. Toen was hij plotseling de elektriciteit. Die deed het niet meer, hè. Niks meer, hè. Maar hun hebben een elektrische poort, hè. En die zijn al over de 80. En hier was naar het ziekenhuis. Die houden een afspraak in het ziekenhuis. Maar die kost ook handmatig gedaan worden. Maar daar wist er de code niet meer van. Oh. Dus komt de buurvrouw naar mij toe. Zie ze van, doet bij jou ook alles niks? Ik zeg, nee. Ja, Lou moet naar het ziekenhuis en dit en dat. Ik zeg, nou, dan breng ik je wel even. Dus ja, ik leed alles uit mijn handval.
God zegt ze, dat kun jij gewoon, hè? Alles uit je handen laten vallen. Maar als iemand met een vrouw komt, ja, waarom niet, hè? Dat zit in och natuur, denk ik. Ja, ja. Maar dat zit ook in hemse natuur, hè? Dat hebben we met ons tweeën altijd gedaan, hè? Want hier vond het ook chique als je naar Lourdes school. Maar dat betekent wel dat ze even deur op de kinder moest letten, hè? En dat deed je dan weer voor u? Ja, ja, tuurlijk. Dus hij zorgde ook heel goed voor elkaar? Ja. Zo kunnen ze dat wel stellen, ja. Dat is ook het geheim van een goede relatie, hè? Voor elkaar zorgen ook. Ja, ja, tuurlijk. En voor elkaar kloosten. En elkaar ook de vrijheid geven, hè? Om eigen dingen te doen. Ja, als Leo wegging, hè? Nou ja, god, dan moest ze twee... En dan zegt ze... Wie laat bij ze thuis? Ja, 6 uur. Nou, pak er 2 uur bij, ja, dan worden we thuis, hè. Maar ja, dat wist op een gegeven moment, hè. Ja, dan liet ik hem vrij, hè. Mooi.